Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Blazing Emerald. De vorige aflevering zijn wij hideouts gaan doen en vandaag is het tijd om naar Mos Deep te gaan. De laatste tijd niet heel veel spannende dingen gezien, zeg maar. En dat vind ik wel jammer, want eigenlijk is het gewoon Emerald wat te spelen met heel weinig aanpassingen. Dat vind ik oprecht best wel jammer. Maar ja, het is niet anders. Laten we vooral, laten we gaan diven zodat we Mos Deep in kunnen. Maar eerst komen we deze Tentacooling tegen. En Tentacooling is heel erg cooling. Maar dat is dus helaas niet aan de orde op het moment. Run, bitch, run! Oké. We waren gewoon bijna gezien door die zwemmers, zagen jullie dat? Dan zijn we bij Mossing Deeping. Oh wacht, dit is niet Mossing Deeping. Ik dacht dat Mossing Deeping hier was. Hoe werkt Mossing Deeping ook alweer dan? Oh, dan moet je Moss Deep moet je eerst gewoon vinden. Ja, dat was ook zo. Scheissen, ik dacht dat Mossing Deeping hier was. Ik raakte altijd mee in de war. Zo, dijf omhoog. Nou, dan gaan we... Oh, eerst maar heel even. Oeh, dat moet geheeld worden. Daar moeten we uiteindelijk heen. Laten we maar eerst gewoon... Oh, dit is... Ik zit allemaal dingen te zeggen. Suitopolis moet ik natuurlijk zijn. Jullie denken vast, wat is dit voor een flapping growling? Nou, dat ben ik zeker. Laten we eerst maar even healen. En dan gaan we daarna eens heel even kijken wat er te doen is. Dan moeten we een beetje aan links aanhouden. Oké, kom maar op met je surf. We moeten hier links aanhouden, denk ik. Oh, hier hebben we eerst Tentacooling. Zo'n elektrische Tentacool, die ken ik. Zo. Hier moet denk ik naar beneden. En ik denk dat als ik dit volg, dat ik dan bij de ingang van Suitopolis kom. Dit vond ik echt vet de eerste keer dat ik dit tegenkwam. Dat je zo onder water ook gewoon encounters had en zo. Nu is dat een Clamparel. Kijk, dit is de ingang. Naar Suitopolis. Nu krijgen we eerst natuurlijk de cutscene tussen Growlithe en Kyogre. Volgens mij moeten we dan eerst Rayquaza gaan ontwaken. We gaan eerst wel even hier tussendoor. Oh, dat kan niet. Ik dacht, we doen gevaarlijk. We gaan er tussendoor, maar helaas. Pokémon Center, gewoon omdat we gecleared hebben. Zo. Kyogre, what's wrong? Oh no. Oké, ja, we moeten dus hem eerst gaan ontwaken. Maar volgens mij heb ik een specifieke bike nodig. Want volgens mij is het de Mark Bike. En heb ik de Mark Bike? Nee, ik heb de Acro Bike. Natuurlijk heb ik de Acro Bike als ik de Mark Bike nodig heb. Laten we dan eerst in Marville maar eventjes de Mark Bike gaan halen. Ik denk dat het nog best wel een ding gaat worden om die toren op te komen met een emulator. Maar we gaan het proberen.
Yo, jij, heb jij een markbike voor mij? Dankjewel. Laten we maar gewoon vanuit Mos Deep gaan. Want die is pittig diep en pittig mossy. Zo. Hey jij. Oh, hier. Max Repelling. Wow, kijk hoeveel monies ik heb. Zo. Oké, we hebben een Max Repelletje gebruikt. Zo. Oké. Vooralsnog zonder kleerscheuren. Ja, ik wil er nog alleen gebruiken. Het beviel me namelijk wel, het niet tegenkomen van Pokémon's. Ah, dit is zo'n traineur. Ik wil geen traineur. Oké, deze swim, Mafrio, heeft twee Pokémonen. Oh, dat is heel ziek, King. Oké, doe magische blaadjes. Magische blaadjes. Oké, nice. De zeeleeuw. Dus nou, zeeleeuw is ook een ijzige Pokémon, maar dat maakt niet uit. Hij is namelijk gewoon dood. Top. Oké, nou dat was Katie. Dag Katie. Die kan je toch ergens boven langs. Oh, we zijn in Pacific Lock. Ik wil niet in Pacific Lock zijn. Shit, we zijn er voorbij. Oh, wat? Hier was het al, of niet? Wacht, hè? Dit is anders dan normaal. Fuck. Fuck, ik weet niet wat ik moet doen. Ik denk dat we maar gewoon heel even moeten opzoeken, boys en girls. Even kijken. Blazing Emerald. Misschien dat ik wel gewoon echt een losering ben hoor. Dat kan. Dat zou best goed kunnen. Oh, is het Steven? Dus daar kan ik niet eens langs. Come with me, please. Ja, dit moest ik doen. Oké.
Kijk, nu moet ik Wallace gaan vragen van... Yo, mag ik Rayquaza zoeken? Ik denk dat dat de bedoeling is. Vlieg Wallace! Do you perhaps know where Rayquaza is now? Ja, zeker. In de Sky Pillar Ring. Oké. Nou, dit hadden we dus nog moeten doen. Ik ben echt een losering, maar dat maakt niet uit. Of het maakt wel uit, maakt niet zoveel uit. Maar kijk, dit is een maan en dat vind ik cool. We moeten hier in ieder geval uit de Cave of Origin. Dan is het een kwestie van vliegen. Naar Pacific Lock, dat is dan het voordeel wat ik heb. Zo. Kijk, nu kunnen we er vast wel doorheen. Ja, kijk. Daar heb je Wallace. Yo, Wallace. Een earthquake, oh nee. Dat betekent dat de deur open is. The situation is getting worse. This isn't good. Nee, dat is zeker niet goed. Ik moet Rayquaza bevrijden. Zodat hij naar Stopolis kan. Dan baggen we. En dan gaan we naar de key items. De magbike, die register run. Oké. Oh, ze hebben dat hele kutstuk eruit gehaald. Wat kut, dit was niet handig voor mij. Oeps. Ze hebben dat hele kutstuk eruit gehaald. Dat vind ik wel heel nice. Failed Sky? Oké, wat de fuck is dit voor een aanval dan? Oh, goed gemaakt, Romhack. Goed gemaakt. Nou, hier Rayquaza. Wardwalker Ring. Kan ik vanaf hier vliegen? Dan ga ik eens proberen. We staan toch boven op de toren nu, of niet? Dat kan. What the fuck? Zie! Kijk. Een cutscene. Daar komt Haria, Rayquaza in. Nice. Dat hebben we ook weer opgelost. Oh, Milo, je bent zo goed. Kyogre en Groudon both flew off. Dat klopt. So, the super ancient Pokémon weren't only Groudon and Kyogre, after all. Oké, ze zijn gone. HM07. Het zal waterval zijn. We falling the watering. Oké. Oh ja, yeah, nice.
Ik dacht dat Wallace en Emerald de gymleader was. Omdat Steven de champion is. Of is Wallace... Of is het juist andersom? Nou ja, boeien. Yo! Jij, bitch dit. Laat me jou verslaan. De achtste gym. Het is tijd. Een Glalie. Dat is zeker geen water Pokémon. Ik dacht dat het water was, maar het is... We moeten natuurlijk ook over ijs lopen, dus het is op zich logisch. Level 55, hij komt wel een beetje qua levels in de buurt nu. Oeh, Freeze Dry. Dat is super effectief op waterige Pokémons. Oeh, nice. Geburnt. Of was dat instant burn? Dat weet ik niet meer. Goed, de Glalie is dood. Nog een paar Pocket Monsters te gaan. Lekker, level 77 Loose Moth. Level 59 Skarmory. Tentacle level 63. Kijk, dit zijn levels, daar houden we van. Mamoswining. Tangrowth. Oeh, hij heeft 6 Pokémons trouwens, had ik nog niet gezien. Woyo, epische sprite. Submissie! Nou, dat was Mamoswine. Een Mogul level 60. Nice. Froslass. Zo'n geestige Pokémon. Ja, ik weet dat mijn Eclipse de Sky blackens. Spectral Zapping. Nice. We hebben een goed gebalanced team, hebben we al door. Boring. Ja, dat weten we. Overcharge. One hit KO, echt veel. Wie zijn moeder komt? Grillig Rix? Ik weet niet wat voor Pokémon er nu komt, hoor. Crystallix. Fucking vette Pokémon. We killen hem wel in één keer, maar die Pokémon is fucking vet. En Weavile. Oeh,
en freeze draait me. Daar ben ik niet zo fan van. Ik denk dat ik me nu dood recoil, maar die revival zou ik dus maar niet zo van uit. Scare 4. Nice. Nice. Dat was Juan. Dag Juan. Aha, excellent. Zeker excellent, Juan. Geef me maar die badge. De Rhyme Badge. Having the Rhyme Badge shall assure you to full obedience of all your Pokemaning. En ik kan water vallen. Obtained TM20. Vries droog. Kijk hoeveel trainers hier staan die ik niet hoef te bevechten. Dan is het tijd om naar Ever Grand City te gaan. Maar voordat we dat doen, gaan we eerst Dive afleren. Ik weet niet of ze dat nou gefixt hadden. Want ik vind... waterval... best een goede aanval. Voor Dive? Ja, dat kan. Ah, nice. Oké. Wat hebben we nog meer? Flamethrower. Earthquake. Earthquake is sowieso een goede aanval. Tangrowth kan Earthquake. Oké, nice. Strength. Oh, strength hebben we nog nodig, denk ik me nu. Oh, we houden dit ding. Nou, als we straks strength nodig hebben, dan relearnen we hem wel even. Veiled Sky ziet er niet echt goed uit. Pursuit ga ik toch niet gebruiken. Freeze Dry kan wel even handig zijn, want Freeze Dry... Oh, die kan toch niemand leren. Oké. Dan gaan we even healen en dan gaan we op weg naar Ever Grand City. Zo. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je heel graag bij de volgende aflevering van Pokémon Blazing Emerald. Adios, amigos!